5-1 gewonnen. De eerste van twee oefenwedstrijden vandaag tegen RKC. Resultaat zal niet het belangrijkste zijn, wel het spel. Ben je tevreden? Ja, zeker. Ik denk dat we bij Vlagen heel goede dingen hebben laten zien. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, ook verdedigen. Maar voor een eerste keer, dan een echte tegenstander, denk ik dat we goed gespeeld hebben en ook een goede uitslag hebben neergezet. Je had een beetje twee teams, het eerste uur en het laatste half uur. Wat viel je op bij het team van het eerste uur, zeg maar? Nou ja, dan wil je gewoon dat zij de dingen die we altijd afspreken, hoe wij willen spelen, dat wil je zien. Dat ze een uur lang vol gas geven, ook om minuten fysiek sterker te worden. Nou, dat hebben ze gedaan. Hè. En het tweede half uur, dat waren allemaal nieuwe jongens zo'n beetje. Wat vond je van hen? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik kan begrijpen dat jongens een beetje nerveus waren. Voor hen is het eigenlijk dat voor het eerst in het eerste elftal spelen tegen een volwaardige Eredivisie elftal. Nou, dan is het leuk voor de jongens dat ze eigenlijk een soort debuut maken dan wel op vriendschappelijk niveau. Dus, maar ik vond dat ze het zeker verdienstelijk gedaan hebben. Eigenlijk misschien één kansje, half kansje weggegeven. Zo. Wat vond je van Mike van der Hoorn, nieuwe aanwinst? Ja, goed, maakte een zeer degelijke indruk. Goede inspelpas, maar dat wisten we al. Het zweet parelt nog op je voorhoofd. Hoe ging het de eerste 45 minuten in Ajax-shirt? We tikten net gewoon rustig uit. Het was al 4-1 geloof ik. Dus gewoon rustig uitgetikt en lekker mijn ding gedaan. En voor de rest wel goed ding. Je kreeg na een kwartier spelen kreeg jij een hele vloot andere spelers erbij. Was dat even omschakelen? Ja, tuurlijk. Het is niet niks als je heel elftal wijzigt. Maar de jongens deden het hartstikke goed. Wat had je van tevoren voor jezelf bedacht? Hoe zou je het gaan aanpakken vandaag? Ja, niet te veel willen, zeg maar. Anders ga je over je macht spelen en dan maak je alleen maar fouten. Dus gewoon rustig wat ik altijd bij Utrecht en nu gewoon volg bij Ajax. Je hebt een paar dagen meegetraind, nu je eerste 45 minuten gespeeld. Wat is je eerste indruk op het veld, zeg maar? Ja, er zit enorm veel voetbal in, enorm veel kwaliteit. En ik ben echt blij dat ik daar nu deel van uit kan maken. Bojan heeft zijn eerste minuten gemaakt, 30 minuten. Hij is er echt pas net bij, is ook nog een beetje onwennig, denk ik, qua taal en mensen om hem heen. Wat vond je van hem? Nee, je ziet gewoon dat het echt een rasvoetballer is. Jongens moeten hem ook begrijpen. Hij moet het Ajax-systeem nog een beetje, tenminste het Ajax-systeem, wel een beetje het Barcelona-systeem, maar je moet elkaar een beetje meer aanvoelen. Maar je ziet gewoon in alles dat het een hele goede voetballer is. Enig idee hoe lang hij nodig heeft om zich een beetje aan te passen? Nou ja, ik denk dat hij nog 2 weken voordat hij ook richting de 60, 75 minuten kan gaan. Dus hij zal rondom de start van de competitie denk ik zeker een uur ruim kunnen spelen. Primeros minutos en la camiseta de Ajax. ¿Cómo te fue? Bien. Muy contento por haber empezado esta temporada con este club. Ahora quiero ponerme pronto, lo más rápido posible. Nuevo club, nuevos compañeros. ¿Tenías un poco de nervios antes o no? No. Nervios no. Tenía ganas, pero nervios no. ¿Qué te ha dicho el míster antes del partido? No, me ha dicho 2-3 indicaciones de lo que tenía que hacer cuando saliera a jugar. ¿Pudiste ver el primer tiempo? ¿Qué te ha visto que te pudo ayudar en tu juego? Yo creo que es un juego que yo conozco bien, que he jugado con este sistema y ahora solo me falta coger la forma física lo más rápido posible y adaptarme con mis compañeros. ¿Qué tal tu estado físico? ¿Estás al 100% o no? Sí, estoy muy bien. Lo que pasa es que hace tiempo que no juego partidos, pero físicamente me encuentro bien. ¿Es un alivio que ya jugaste? No, estoy muy, muy contento, muy contento. Un día muy feliz. ¿Ben je blij dat je je eerste minuut hebt gemaakt? Ja, heel blij. Ja. Dit is het officiële debuut moet nog komen natuurlijk. Daar kijken we echt naar uit. Maar dit voelt wel heel lekker.